amigo, mi amigo, hey. Mi amigo, mi amigo, hey. Ze zijn gewoon uit zichzelf verdwenen. Of ook een beetje door de midden, de strijders midden. Via alle ramen en deuren komen ze naar binnen. De bemanning is radeloos en weet niet wat te beginnen. Ja, ja, om er niks beters te doen dan aan boord van een radiozendschip. Maar ja, je werkt daar 7 dagen in de week, dus dan krijg ik wel eens van deze menige ingevingen. Ik moet heel eerlijk zeggen, het heeft enorm geholpen, want nadat we dit gemaakt hadden, kregen we van alle kanten mensen die met boten langs zijn kwamen, met spuitbussen en alles. En dat was al heel snel afgelopen. Met een liedje ook gelukkig. Ander liedje dan maar? Deze? Geweldig! Nee, nog een keer. Ga weg, man. De Eagles, van lang geleden. Dat ik mijn leven voor de Mimico wilde wagen. Dus dat doen we nu niet meer. Dus ik moest even wachten tot het schip op de hoogkant ligt, zodat de loopbank uitgelegd kon worden. Dus vandaar dat ik dat later ben. Dat jullie jonge dennen allemaal over de eerste zijn gesprongen. Ja, dat moet je even weten. Nou, het was wel een beetje. Want het is je moet nou zo'n glibberig ijzeren trap. Ja, maar ze kan je dat beneden. En ik doe nog gewoon de handen dicht. En dan denk ik van, die komt het vanzelf. Ja, vroeger hebben we natuurlijk wel capriolen uitgehaald, hè, om aan boord te komen. Nou, dat kun je wel zeggen. Tjoe, jongen. En er vanaf. Vooral er vanaf. Op een Noordzee die dan met golven van 10 meter. Ja, ja, ja. En dan gingen 2 schepen naast elkaar liggen. Ja. En tegen de tijd dat ze dus ongeveer gelijk lagen, dan zei er iemand, spring! Ja. En dat ging altijd goed. Zeg, het ene moment zag je hem 5 meter boven je, het andere moment 5 meter onder je. Ja. Ja. Ja, ja. Eigenlijk, als je Bart, onverantwoordelijk. Achteraf, precies. Ik moest dus een keer een tros verleggen. Dus dan zo'n oog, hè, weet je wel, zo'n dikke kabel, zo'n hennepkabel. Ja. En dat gaat dus om zo'n dukdalf heen. En dat deed ik natuurlijk helemaal verkeerd. En ik pakte hem niet gewoon voor de lus, maar ik pakte de lus met beide handen beet. En die legde ik om die dukdalf en toen trok het schip aan. En toen zaten mijn 8 vingers dus klem. En ik voelde het schip verder trekken en verder trekken en verder trekken. Ik denk, nu gaan mijn vingers eraf. En op dat moment kwam het schip net iets terug en kon ik ze eruit halen. En ik heb een week blauwe vingers gehad en met mijn duimen geschoven. En dat is het schip dus niet... Nee, dan was ik echt mijn 8 vingers kwijt geweest, ja. En weet je wat de Engelsen toen zeiden? Ik weet het nog wel, ik was erbij. Ja. Die zeiden, there's a ghost on the ship, protecting Bart. Oh, nou. Die had ik dan wel willen ontmoeten, die heb ik nog nooit gezien. Die geest. Nou, die zit nu voor, die praat met je. Oh, gezellig. Nou, spooky hoor. Lekker spooky, hè. Hey, wou je een liedje of wou je even doorbabbelen? Jij bent mijn gast. Ik heb aan de wal gestaan, ik had geen radio bij me, dus nu wil ik die Baken 16 tune wel weer even horen. De Baken 16 tune. Die we samen hebben gezongen. Oh ja, dat kan, dat is geen enkel probleem. Nou, we toch leuk bezig zijn. Waar is hem? Hem is hier. Mag ook zo meteen hoor. Nee, ik ga hem in een speler zetten. En dan gaan we zeggen van, speel, let op. Dit is Baken 16. Mi amigo 40. Maria Jacobs. Ja. Ja, nou, dat klinkt al veelbelovend. Dit is hem. Weet je het nog? Ja, we waren dronken. Baken 16, Baken 16.
Elke dag van 12 tot 2. Allee. Goeie tekst. Vooral dit. Mark Jacobs. Nou ja, et cetera, et cetera. Zo ging dat allemaal door, hè. Ja. Ja. Hoe is dat, weet jij nog, hoe kwamen wij aan dat tuintje? Hoe kwamen we überhaupt aan het programma? Nou, we hadden natuurlijk niet zoveel. Er was niet zoveel aan boord. Dus dat tuintje, dat hebben we op een of andere aftandse DVD gevonden. Nou, wat zeg ik nou? Plaat gevonden. DVD's hadden we nog niet. Nee, joh, hadden we helemaal niet. Nee. En ik realiseerde me helemaal niet dat het de muziek was van de beroemde Suzy Wafels van Sylvain Tak. Hetzelfde liedje. De Suzy Wafels, ja. De Suzy Wafels. Op een Spaans nationaal liedje. De Cucaracha. Ja, he? Cucaracha. Ja. Precies. En de naam Baken 16. Ja, ik zei op een gegeven moment van, we moeten even op die zeekaart kijken die hier ligt. Om te zien of er een baken of een boei in de buurt ligt met een leuke naam. Nou, toen vonden we iets van Baken XV280I3. Nou, dat klinkt niet op de radio, want we hebben er maar Baken 16 van gemaakt. Ja, hoe heet dat zo mooi? Allitereert lekker. Zo is dat. Ja, ja, dat glijdt je zo de strot uit. Zo is dat. Net als het programma. Hoppa. Ga die eens even stil doen. Ken je deze nog? Oh, na 10 jaar Veronica is dit wel moeilijk hoor, deze. Ze gaan ook zingen zometeen. Ja. Let op. Standing on the outside. Ja! Maar het is inside. Ja. Helemaal goed. Full house toch? Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed.